Orkaan Irma, een storm van de zwaarste categorie. De orkaan ging pal over het Caribisch eiland Sint Maarten. De ravage is enorm. Het is de grootste storm ooit in de geschiedenis van de Cariben. Een orkaan die grote impact heeft op het leven op Sint Maarten. Dat geldt ook voor een Eindhovens gezin dat naar het eiland verhuisde. Daken zijn eraf, gebouwen zijn verwoest. Je wil gewoon helpen om het eiland weer op te bouwen. Voor haar vaders werk verhuisde Lotte in 2013 met haar familie naar Sint Maarten. Tot een maand geleden woonde ze ook nog steeds op het eiland. Inmiddels is ze een maand terug in Eindhoven om hier te studeren aan de Fontys. Haar ouders zijn verhuisd naar Curaçao, maar haar zus zit nog steeds op het eiland, op Sint Maarten. Die heeft Irma, de orkaan, dus ook bewust meegemaakt. Want het is ontzettend moeilijk om contact te leggen met het eiland. Je kunt je dus voorstellen dat het ontzettend bange tijden zijn voor Lotte en haar familie. Ik weet dan sinds vanochtend dat ze oké zijn. Ik weet dat het een hele grote ravage is op het eiland zelf. Ik heb contact gehad met haar tot een paar uur voor de storm. En toen ging alle communicatiemiddelen, elektriciteit, water, alles was eruit. Dus toen was het gewoon afwachten. En ik heb vannacht een berichtje gehad dan via, want iedereen heeft contact met elkaar. Dat ze dan wel oké zijn, maar dat ze nog niet weten hoe erg het eiland eraan toe is. Heel veel mensen, vrienden, familie. Goh, hoe gaat het met jou? Hoe is het met je zus? Weet je iets? Heb je iets gehoord? Goh, heel veel sterkte als ik iets voor je kan doen. Maar ze kunnen niks voor mij doen. Met mij gaat het prima. Maar het doet ook wel heel veel met je. Constant word je weer herinnerd aan, die orkaan, het is er. Het is nu gaande. En dat is wel heel heftig, want je bent er constant mee bezig. Contact leggen met het eiland is nog steeds ontzettend moeilijk. Alle netwerkverbindingen liggen eruit. Mijn vader werkt voor de Marechaussee, dus die heeft wat contacten op het eiland via satelliettelefoon. Momenteel kunnen we, het enige wat we kunnen doen is blijven bellen en hopen dat we er een keer doorheen komen. Blijven berichtjes sturen. Dus gewoon echt hopen dat je een keer iets van elkaar hoort. Maar meer dan dat kunnen we ook niet doen. Vooral de uren voor de storm, toen ik nog contact had met mijn zus, was heel emotioneel vooral. Eerst ben je gewoon aan het appen van, goh, hey, ben je er nog? Heb je nog internet? Hoe ben je voorbereid? Wat heb je in huis? Ze heeft sinds kort een kleine, dus hoe is het met de kleine? Voelt hij er iets van? En nu, net voor de storm belden ze me dat het was net een zware categorie 5 storm geworden, een orkaan. En ze vond het heel eng, ze vond het superspannend. En dan voel je je onmachtig, zeg maar, als je hier in Nederland bent en je hebt elkaar via de Skype of via FaceTime op de telefoon en je kan niks. Je kan alleen maar zeggen van, goh, we hopen op het beste en het komt wel goed. Maar je weet niet of het goed komt. Via Facebook worden vrienden en familie zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de situatie van de zus van Lotte. En ondertussen ligt orkaan José, de volgende storm, alweer op de loer. Ik weet dat orkaan José momenteel een orkaan categorie 2 is. Dus dat is een stuk minder dan orkaan Irma. Maar goed, wetende wat er al aangericht is op Sint Maarten. Orkaan José kan daar ook geen goed aan doen. Nog een orkaan of niet? 2 vliegtuigen van Defensie met hulpgoederen en militairen zijn onderweg vanaf vliegbasis Eindhoven om te helpen op Sint Maarten.